Nou, dit is de plasma bol of Tesla bol. En dat werkt onder hoogspanning. Ja, precies de werking staat op Wikipedia. En als je hem aanraakt, dan zie je dat er een stroompje naar je vinger gaat. Maar het werkt ook op warmte. Dus als je hand in de buurt houdt, zie je een soort rode gloed. En als je bijvoorbeeld een paar ijsklontjes in de buurt houdt, krijg je ook een rode gloed. Kijk, als je nou gewoon een of andere pot erbij in de buurt houdt, zie je geen kleureffecten. Maar als je bijvoorbeeld een erlenmeyer met warm water erbij houdt, zie je ook weer dat verschijnsel. Zonder dat ik hem nu aanraak. Als ik hem aanraak, hetzelfde effect als dat je met je vinger aanraakt. Er zijn drie standen. Of aan of audio. Zet je op audio en dan reageert die op geluid. Nou, dat kan je duidelijk zien. Dan kan je beter zien als het licht uit is. Nou, tot zover geluid. We zitten hem nu in het midden. Dan zie je dat bepaalde lampen, beetje TL-achtige lampen, die reageren er ook op. Van een bepaalde afstand zijn. Want als je te ver weg bent, dan doet hij het niet. Dan gaat de TL-buis aan. Dat geldt ook voor deze TL-achtige spaarlamp. Met gewoon een gloeilamp gebeurt er maar niks. Dat werkt niet. Maar een klein TL-lampje zoals deze, kijk, die gaat ook wat doen. Natuurlijk niet te ver weg houden. En dan gaat de lamp aan. Nou, we hebben nog een paar lampen. Nou. Dit is ook een beetje zo'n TL-achtige buis die doet het. Dit werkt beter. Een beetje in de buurt brengen. Als je het zo doet, zie je alleen maar degene die dicht bij de bol zit. Deze lamp doet bijvoorbeeld niks. Deze gaat ook duidelijk op lichten. Deze lamp. Dat is ook een kleurtje. Spaarlamp. Ja, die is een leuke TL-buis. Als we deze nou in de buurt houden, tada, gaat het licht aan. Hij zit niet eens in stopcontact. Over de hele lengte gaat die dan aan. Zo'n hele lengte aan. Ja, in zo'n teelbuis zit ook een gas. Dus als ik hem nou hier beet pak, dan zie je dat de achterzeil helemaal niks doet. Als ik hem hier beet pak, kan ik hem gewoon inkorten.